In 1996 ging de gemeente Culemborg een private samenwerking aan om de nieuwbouwwijk Parijs te realiseren. In 2017 werden 2 moties ingediend vanuit de raad. De eerste motie verlangde meer kwaliteit in de wijk. En de tweede motie vroeg om een evaluatie op de samenwerking met de ontwikkelaar. Ook de betrokken beleidsmedewerkers uiten hun zorgen. Hoe is de gemeente Culemborg hiermee omgegaan? Ja, de raad heeft een motie ingediend. Omdat ze eigenlijk een beetje uit beeld waren verloren wat ze nou 23 jaar geleden, toen de wijk gestart werd, gevraagd hadden, besteld hadden. En daardoor ontstond er steeds meer onvrede in de raad en een beetje ook onbegrip over wat gebeurt daar nou allemaal. Daartoe heeft de raad een motie ingediend om dat eens te evalueren. Wat is er nou in die afgelopen 23 jaar gebeurd en wat had er beter kunnen gebeuren? En zijn er aanbevelingen om dat ook te gaan doen. Dus we hebben een extern bureau ingehuurd om die evaluatie uit te voeren. En de raad is ook heel nauw betrokken geweest bij dat proces. Er zijn dus aanbevelingen uitgekomen. En wij kunnen aan de slag met die aanbevelingen. We maken daar een implementatieplan van. En waarover we dan ook weer in gesprek kunnen met de raad. Dus door dit traject is de raad zich veel meer betrokken gaan voelen bij wat daar gebeurt in die wijk. En dat alleen al is winst. Ja, je merkte in het project Parijs dat er heel veel weerstand was. Sommige collega's vonden dat de aannemer eigenlijk alleen maar bezig was met geld verdienen. Heel veel woningen bouwen, proppen in een bepaald project om zoveel mogelijk opbrengst te bereiken. Terwijl dat de gemeente eigenlijk veel meer kwaliteit in het plan wilde brengen. Veel meer groen, veel meer spelen. En dat botste met elkaar. En daardoor zag je dat de verschillende belangen van de beide partijen niet overeenkwamen. En dat de doorloop van het project in ieder geval niet ten goede kwam. We hebben toen ook besloten om met elkaar maar om tafel te gaan zitten. En eens te praten over de belangen. Open te praten over wat wil je nou eigenlijk met het project bereiken. Wat zijn je doelen eigenlijk met het project. En elkaars inzichten beter te verkennen. Toen ik de zorgen en de moties van de raad zag, ben ik eerst begonnen met te kijken, wat zijn we nou eigenlijk aan het maken? Wat hebben we afgesproken en hoe past dit op elkaar? Daarnaast heb ik een externe procesbegeleider gezocht. Die externe procesbegeleider die heeft ervoor gezorgd dat alle expertise van de gemeente op een goed moment ingebracht kon worden. Dat de collega's samenwerkten, dat ze een advies geven waarin al die vakken die zij allemaal vertegenwoordigen goed op tafel komt. Want die zijn allemaal heel belangrijk, maar los van elkaar wat moeilijk te verwerken. En als je samen met een advies komt, is het veel sterker. Daarnaast heeft hij een goede commandostructuur ingesteld, zodat iedereen weet wanneer moet ik iets vinden van een plan, wanneer kan ik nog meedenken en wanneer is het plan vastgesteld en gaan we verder naar de volgende fase. Mijn rol in het proces is vooral om te zorgen dat we goed samenwerken. Het project is een publiek-private samenwerking. Er zijn best grote cultuurverschillen tussen de gemeente en de private partners waar we mee samenwerken. Ik probeer dus altijd te zoeken naar waarom doet de ander wat hij doet en dat uit te leggen aan mijn collega's. Maar aan de andere kant ook aan hen uit te leggen waarom is iets voor de gemeente van belang en waarom doen wij dus wat we doen. Ook al hebben zij daar soms wat last van. Ik ben gestart om eigenlijk individueel met iedereen te spreken, om te kijken hoe zit je nu in deze samenwerking, wat is je rol, wat is je verwachting. Nou, in die zin ben ik veel te weten gekomen van hoe werkt het samen en vooral ook hoe werkt het niet samen. Ja, uit de evaluatie kwam heel sterk naar voren dat er eigenlijk weinig inzicht was bij iedereen. De beleidsambtenaar kende de contractafspraken niet en de contractafspraken waren soms ook tegenstrijdig. En dan wordt het heel lastig om te werken met elkaar. Dus wat we daarin gedaan hebben is ook gevraagd aan het bestuur, dus bestuurlijke rugdekking gevraagd. Dus ik heb gevraagd met de burgemeester, secretaris, opdrachtgever en wethouder. Wat gaan we nu doen? Gaan we nu volgens het contract blijven werken? Of gaan we nu kijken wat is goed voor Culemborg? Wat is de bedoeling? Gaan we weer terug naar werken vanuit de bedoeling? We hebben gekozen om vanuit de bedoeling te gaan werken. En dus in die zin weer echt terug naar de ontwerptafel, opnieuw beginnen met afspraken maken. Waardoor een heleboel dingen veel transparanter zijn geworden, ook in het kernteam. Waardoor er vertrouwen ontstaat bij de beleidsmedewerkers ook. En daarna hebben we ook gekeken om op een andere manier te kunnen werken. Dus niet volgens alle regels die we hebben met elkaar. Zijn we ook naar de raad gegaan, hebben de raad gevraagd. Ondanks alle afspraken die we hebben, alle beleid wat we hebben, mogen we, als we kijken naar wat willen we, wat is goed voor Culemborg, ook hier afwijken. En dat helpt als je ambtelijk ook weet, straks als ik een ander besluit neem of een ander advies geef, word ik ook gedekt door mijn raad. En word ik niet teruggefloten omdat we eigenlijk andere afspraken hebben.
We merken dat we meer serieus genomen worden, doordat de onderwerpen die jij vanuit je beleidsprogramma meeneemt en inbrengt in je project ook gehoord worden. Je merkt ook hoe die afgezet worden ten opzichte van de andere projecten. En dan is er een duidelijkere keuze te maken waarom je wel aan, of niet aan iets vasthoudt in je bepaald project. Het meest trots op dit project ben ik op het feit dat wij nu eindelijk weer met elkaar om tafel zitten. En het gevoel hebben, gezamenlijke gevoel hebben dat we een gezamenlijk einddoel nastreven. Die meer kwaliteit in een project. En dat we dat niet alleen doen vanuit de gemeentelijke organisatie, maar ook vanuit de projectorganisatie, de ontwikkelaar en de partijen die daar ook bij betrokken zijn. Wat ik geleerd heb hier van dit proces is dat 23 jaar echt een hele lange tijd is om zo'n ontwikkeling te hebben. En dat je vooraf moet bedenken dat je gedurende die tijd in de tijdsgeest mee moet kunnen bewegen. En dat je nu in de geest van de omgevingswet in gesprek wil met inwoners en met mensen die op die plek gaan wonen, zodat ze terechtkomen in een fijne woonomgeving.